Waar begin je nou als je een eigen bedrijf wil beginnen? Misschien heb je het wel om je heen een beetje opgepikt van anderen die een eigen bedrijf hebben. Of misschien heb je er wat over gelezen of over gezien dat je denkt, een eigen bedrijf? Dat past mij misschien wel. Maar ja, waar moet je nou beginnen? Waar moet je nou mee beginnen? Moet je als eerste een naam bedenken? Moet je als eerste een domeinnaam registreren? Moet je meteen naar de Kamer van Koophandel? Ja, waar begin je nou? En wat voor soort bedrijf wil je dan beginnen? Het is best wel ingewikkeld eigenlijk. Maar misschien weet je wel. Ik wil in ieder geval een eigen bedrijf. Want het ondernemen, het eigen bedrijf, het werken voor mezelf, dat lijkt me heel erg leuk. Maar ja, nou moet ik nog beginnen. En hoe doe ik dat? Nou, ga ik je in deze video wat meer over vertellen. Hey, goed dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Timo Sonius en ik ga je wat meer vertellen over het ondernemen en een eigen bedrijf starten. En dan kan je misschien afvragen, Timo, wat weet jij ervan? Nou, ik ben inmiddels al 15 jaar denk ik aan het ondernemen. En ik heb meerdere bedrijven opgezet, ik heb meerdere fouten gemaakt, ik heb meerdere dingen goed gedaan, ik heb meerdere dingen fout gedaan. Ik weet wel iets. Ik zou heus niet alles weten, maar ik weet wel iets. En dat deel ik graag met je. En als je nu speelt met het idee van, ja, ik wil een eigen bedrijf beginnen, maar waar moet ik beginnen? Ga dan eerst eens nadenken over wat voor soort bedrijf je wil. Want het gaat er helemaal niet om dat je meteen gaat inschrijven. Het gaat er niet om dat je meteen de perfecte naam hebt of het perfecte logo. Het gaat er eigenlijk om dat je iets kan bedenken voor jezelf. Waarvan je zegt, hey, dit durf ik wel 5 jaar lang of 10 jaar lang te doen. En daarin wil ik eigenlijk direct eventjes inhaken op waarschijnlijk de mensen die je wel eens voorbij hebt zien komen in de advertenties op social media. Die zeggen, je kunt nu snel een eigen bedrijf starten. Je kunt je online business laten groeien. Je kunt verkoper worden op bol.com of andere platformen. Hoe verleidelijk het misschien ook klinkt. In mijn optiek, en dat is natuurlijk mijn mening, zijn dat geen echte bedrijven. Hè? De bedrijven erachter wel, hè? De Amazon en de bol.com, dat zijn natuurlijk serieuze bedrijven. Maar de manieren om op die platformen te verkopen en jezelf eigenlijk aan te bieden als bedrijf. Ja, sorry. Ik zie dat niet zo. Ik vind het een beetje een wassen neus. Een beetje een nep bedrijf. Met alle respect natuurlijk voor de mensen die erachter zitten. Maar zo zie ik het, hè. Als ik het eventjes zet tegenover bijvoorbeeld, heel praktisch, een bakker. Zou je een bakker kunnen vergelijken met iemand die met dropshipping werkt? Hè? Dropshipping, de term, misschien ken je die. Spullen inkopen in een ander land, importeren naar Nederland en waarschijnlijk of direct laten uitleveren aan je klant of in je opslag leggen en direct versturen naar de mensen die het dan bij je bestellen. Tegen een hoger tarief dan wat jij natuurlijk ervoor hebt betaald. En dat is logisch, maar soms zitten daar best wel woekertarieven tussen. Ik had het laatst bijvoorbeeld, zag ik op een van die websites, zag ik koelelementen staan voor in een koelbox. Koelelementen voor in een koelbox, dat is kunststof met een vloeistof erin. That's it. Doe je in je vriezer, wordt het koud. Doe je in je koelbox, blijf je koelbox wat langer koud. Meer is het niet. Daar werden 2 stuks verkocht. Op bol.com was het toevallig. 2 stuks koelelementen, maar op Amazon gebeurt het ook. 2 koelelementen, zo groot zijn ze ongeveer. Voor 13 euro. Meer dan 13 euro. Voor 2 elementjes. Ga je diezelfde 2 elementen zoeken, koelelementen, niet 1 op 1 dezelfde, maar gewoon een vergelijkbaar artikel wat ook gewoon koelt, waar niks mis mee is. Dan kijk ik bijvoorbeeld eventjes bij een partij als Action, koop je er 2 voor 1 euro. 2 sticks voor 1 euro. En dat bedoel ik met het stukje, ik vind het geen bedrijf. Tuurlijk, je kan geld verdienen, natuurlijk. Maar ga jij dat 5 jaar lang of 10 jaar lang doen? Ga je elke dag met zoveel passie en enthousiasme dat doen? Ik denk het niet. Ik denk dat je dat een paar jaar misschien doet en dat je dan denkt, ja, nou, ik mis de uitdaging. Dat. En er zijn er zoveel mensen op een gegeven moment die dat ook doen. Op een gegeven moment ben je ook niet meer uniek. Snap je maar? Dat is natuurlijk mijn mening erover. Dat mag ik hebben. Ik vind dat geen bedrijf. En laat ik het zo zeggen, ik ben daar ook niet mee bezig. Ik ben niet bezig met die dropshipping hoek. Ik ben niet bezig met het resellen, affiliate marketing en zulke dingetjes. Ik ben bezig met de kant van, ja, heel plat gezegd, de handen vies maken en een bedrijf opbouwen. En
je product verkopen aan mensen. Bij wijze van spreken van deur naar deur gaan om je product te verkopen. Flyers maken, flyeren, een open dag houden, mensen in je bedrijf hebben, collega's hebben, een grote hal nodig hebben om je spullen op te slaan, een kantoor hebben waar mensen zitten die de telefoon opnemen, die de mailtjes beantwoorden, die het bedrijf draaiende houden, een team wat buiten de deur is op de klus om producten of diensten uit te leveren. Een bakker is echt een intensief beroep, een slager ook, een bouwbedrijf of een tuinbedrijf of een hovenier. Dat zijn bedrijven. In mijn optiek zijn dat echt de bedrijven. En de bedrijven die een beetje het doorschuifwerk doen, om het even plat te zeggen, ja, ik vind het een ander soort bedrijf. Het is ook wel een bedrijf, ben ik met je eens, het is heus wel een bedrijf, maar ik vind het een ander type bedrijf. Ik ben er niet mee bezig, ik hoop dat dat nu een beetje duidelijk is. Ik ga eventjes door naar het stukje van de echte bedrijven, zoals ik het eventjes zie. En die bedrijven opzetten, die bedrijven bouwen, als je dat nou wilt, als je dat nou zoekt, ja, dan zit je bij mij goed. Want daarin wil ik graag ondernemers helpen. Daarin wil ik je graag meer advies en tips geven. En als je nu zit te denken van, nou, ik zou heel graag wel zo'n bedrijf willen, hè, dus waarin je echt spullen moet maken of kopen, of echt naar de klant toe gaat om de spullen te brengen, dan vraag ik mezelf eigenlijk ook af, wat vind jij leuk genoeg om 5 tot 10 jaar te doen? Ik wist het heel lang ook niet. Ik heb het mezelf ook afgevraagd. Wat vind ik nou leuk om te doen? Ik vind zoveel leuk om te doen. Ja, oké, Timo, maar wat vind je leuk om 5 of om 10 jaar achter elkaar te blijven doen? Oeh, dan wordt het wel lastiger. En dat is juist precies wat je moet doen. Je moet gaan uitzoeken, hoe kom je er nou achter dat iets wat je elke dag moet doen, dat je dat met zoveel plezier en zoveel, ja, enthousiasme elke dag kan doen, waardoor als het een keer tegen zit, dat je het blijft doen. Want dat is vaak waar het stuk gaat. Dan ben je met iets bezig, het gaat goed, er wordt geld verdiend en dat is leuk. Als er geld wordt verdiend, is het altijd leuk. Maar op het moment dat het niet goed gaat en er wordt geen geld verdiend en er gaat meer geld uit dan dat er binnenkomt, ja, dan kom je in die sleur. En dan is het belangrijk dat je het leuk genoeg vindt, ergens in je achterhoofd, om door te gaan. Want daar falen de meeste ondernemers, de meeste bedrijven. Die gaan stuk op het moment dat het slecht gaat. Hebben ze geen zin meer, hebben geen geld meer verdiend. Ze zien de lange termijnvisie niet, die hebben ze niet meer. Ze zien de passie niet meer. Ze weten niet meer waarom ze het aan het doen zijn. En daarom stopt het. Wist je dat het gros van de bedrijven ook in de eerste 3 jaar kapt? Stopt gewoon. Of ze kunnen de rekeningen niet meer betalen, of ze krijgen ruzie omdat ze met meerdere mensen samen hebben opgericht, of ze hebben er gewoon geen zin meer in. Gewoon, ja, nou ja, ik weet niet, ik had het wel bedacht, maar ik vind het niet leuk genoeg. Oké, ik wil wat anders. Oké, dan moet je wat anders gaan doen. Maar ze zijn wel weer 3 jaar weg. En het is niet erg om 3 jaar een keer op te geven of 3 jaar een keer weg te gooien. Je leert er altijd van. Dus echt weggooien is het nooit. Maar het is wel zonde van je tijd enerzijds, als je misschien wat meer erover na had gedacht. Dus wat kan jij, wat wil jij 5 tot 10 jaar doen? Kan je dat blokken? Durf je dat te blokken in je agenda? Durf je je agenda te pakken en te zeggen, oké, de komende 5 of 10 jaar, zet er eens 10 jaar op. Dat is misschien net iets meer dat je denkt, 5 jaar is nu wel te doen. 10 jaar, zet er eens 10 jaar op. Wat wil jij 10 jaar lang gaan doen? Waarvan je zegt, oh, maar dat durf ik wel 10 jaar lang te doen. Ook als het een keer tegen zit. Dat, we maken een corona mee. Oh ja, maar ook in die tijd zou ik dit wel blijven doen. Even los van of het mogelijk is, maar in die tijd zou ik het enthousiasme en de energie wel kunnen vinden om te blijven doen. Huizencrisis, 2008 was dat volgens mij, ook een grote klap voor de economie. Zou je het in die tijd ook willen doen? Zou je het met de pieken en dalen in de markt willen blijven doen? Zou je het willen doen op het moment dat je dood en doodziek op bed ligt? Dat je denkt, oh, ik wil echt weer mijn bed uit, want ik wil wat doen. Dat. Die drang moet er zijn. Als je die natuurlijke drang in je hebt om iets te willen, om iets te gaan maken, om ermee bezig mee te zijn, dan komt het wel goed. Heb je dat niet en denk je, ja, maar ik ga voor het snelle geld. Ik ga lekker snel geld verdienen, want met dat geld kan ik een leuke auto kopen. Het is korte termijnvisie. Al het snelle geld, als je het mij vraagt, al het snelle geld is korte termijnvisie. Als je weet, van de een op de andere week kan ik 100.000 euro verdienen, dan denk je, oh ja, veel geld, oh, is ook veel geld, tuurlijk. Maar kan je dat trucje de week erop weer doen? En de week daarop weer doen? En daarop weer doen? En als je dat nou een half jaar of een jaar doet, hoe leuk vind je het dan nog? Want alles gaat vervelen, hè?
Dan denk je misschien, ah, Timo, overdrijf niet. Alles gaat vervelen, echt waar. Als jij genoeg geld hebt en je hoeft je er nooit meer zorgen over te maken. Je kan elke dag uit eten, je kan de grootste huizen bewonen. Je kan de grootste vakanties hebben, de leukste auto's rijden. Je kan de mooiste klokjes hebben en de duurste kleding. Op een gegeven moment gaat het vervelen. En weet je wat het stom is, of het flauwe misschien is van veel geld hebben? Je bent op een gegeven moment eenzaam. Omdat er maar weinig mensen zijn met zoveel geld. En dan mis je de mensen. Vraag maar eens aan grote mensen in die zin, aan mensen die een groot bedrijf hebben verkocht, wat ze zelf hebben opgebouwd, wat ze het meest missen na de verkoop. En 9 van de 10 mensen zullen zeggen dat ze het bedrijf missen, de mensen missen. Dat ze heel fijn vinden dat ze een bedrijf goed hebben weten te verkopen, alleen dat ze daarna op een gegeven moment gewoon, ja, eigenlijk zichzelf een beetje eenzaam voelden. Ze waren niet meer nodig, ze hoefden niet meer naar het werk toe, er zat niemand meer op ze te wachten. Het praatje was weg, het grapje was weg, de leuke teamuitjes waren weg. De mensen waarmee je jarenlang hebt samengewerkt, wat een soort van familie bijna was geworden, die zie je niet meer. Dat hoef je ook niet meer te zien, die kan je ook niet meer zien, want er zit inmiddels een nieuwe eigenaar. Dat missen ze het meest. Dat geld is relatief. Dat geld een paar jaar lang verdienen en uitgeven, dat doe je een tijdje en daarna denk je, oké, en wat nog meer? Wat is mijn doel? Wat is mijn missie? Wat ga ik doen met mijn leven? Is dit nu alles? Die vraag stellen heel veel mensen zich. En de een wat vroeger en de ander wat later. Maar de vraag van, is dit nu alles? Is dit alles wat ik nou ga doen met mijn leven? Is dit nou alles wat ik ga bereiken? Dat. En dat even weer terugbrengend naar, ja, hoe begin je nou voor jezelf? Denk daarover na. Denk daar goed over na. Wat kan jij 10 jaar lang doen? 10 jaar lang doen zonder... Tuurlijk heb je een keertje spijt, tuurlijk heb je een keer geen zin, tuurlijk heb je een keer... Maar even 10 jaar lang van zeggen, ja, maar dit durf ik wel 10 jaar lang te doen. Dat. Ik denk niet dat er veel dingen zijn. Maar die paar dingen die er zijn, daar moet je dan voor gaan. Want stel, jij bent nu helemaal nieuw in een bepaalde branche. Hè? Stel jij zegt, ik noem even iets, ik wil de beste autopoetser van Nederland worden. Ja? Kan. Stel jij bent nu... Helemaal blanco, helemaal nul, helemaal je hebt nog niks, hè, behalve de interesse om dat te gaan doen. Dan ga je op een gegeven moment beginnen. En de truc zit het er niet in. Hè. De truc is niet om zo snel mogelijk bekend te worden. De truc is om zo'n hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Om service te bieden, om kwaliteit te bieden, om achter je product te staan. Om 10 jaar lang dat vol overgave te doen. Want als je dat een jaartje doet en daarna zeg je, nou ja, dit werkt niet, ik heb helemaal geen zin, dan gaat het niks worden. Het gaat om die consistentie. Het gaat erom dat je continu bezig bent met dat product. Continu verbeteren, continu verbeteren, continu verbeteren. En mond tot mond word je dan beter bekend. En komen mensen in één keer bij je aankloppen. Hé, ik hoorde van die en die dat jij kwaliteit levert. Want dat zoeken mensen vandaag de dag. Vandaag de dag zoeken mensen kwaliteit. Ze zoeken geen beunhaas die eventjes snel iets doet. Mensen hebben gespaard voor een auto, hè, om even een auto als poetser voor te houden. Mensen hebben gespaard voor die auto, daar zijn ze zuinig op. Ze hebben nog een keer gespaard om die auto goed te laten detailen, te laten poetsen, te laten cleanen van binnen en van buiten. Dan moet je dat tot in de puntjes goed kunnen doen. Als je daar een haastklus van maakt en de goedkoopste in de markt wil zijn, dan krijg je misschien wel heel veel auto's, maar die mensen die hoppen de volgende keer net zo liever naar iemand anders toe. Want je zit in het hogere segment. Niet iedereen laat zijn auto poetsen, omdat niet iedereen dat interesseert. Dus moet je kwaliteit leveren, dus moet je mooie dingen maken. Doe dat 10 jaar lang, geloof mij, dan sta je echt wel in de top 3 van Nederland. Doe jij dat 1 jaar, dan sta je niet in die top 3. Doe je dat 5 jaar, dan sta je misschien in de top 50. Doe je dat 10 jaar... Moest kijken waar je staat. Moest kijken wat voor klantenbestand je hebt. Moest kijken hoe vaak mensen alweer gewisseld zijn van auto. En die dan weer bij je aankloppen. Dat heb je nodig. Continuïteit. 10 jaar lang. En nu denk je, ja, 10 jaar lang ga ik echt niet doen. Dan is het al kansloos. Sorry dat ik het zeg. Stel, je wil fotograaf worden. Je zegt, ik wil professionele fotograaf worden. Maar ik ga dat niet 10 jaar doen. Wat ga je doen dan? Ga je dan 2 zomers foto's maken op bruiloften, feesten en partijen en zeg je dan, nou, ik ga weer wat anders doen? Dat werkt toch niet? Stel, jij zoekt een fotograaf. Hey, je bent bezig met het opzetten van je eigen bedrijf en je zoekt een fotograaf.
En je wil wat mooie foto's laten maken in je bedrijf of weet ik wat, in een outfit. Hè? Voor op de socials, voor in je nieuwsbrief, weet ik wat. Je zoekt een fotograaf, je gaat erop googlen, fotograaf. Je vindt een fotograaf met een websiteje en een social media. Waarop staat, hey, hoe lang ben je al bezig? Nou, ik ben Tom en ik ben al 2 jaar bezig. Oké, goed bezig Tom. Daarnaast ben ik ook nog kapper. Oké, en naast dat ik kapper ben, heb ik ook een hondentrimsalon. Ik noem maar wat. En ik ga nog naar de avondschool. Ik verzin maar wat. Hoe groot is dan jouw overtuiging om te zeggen, oké, ja, maar dit is de persoon die ik moet hebben? Even los van de prijs, hè? Even los van, hè, misschien is hij wel de allergoedkoopste, maar even los van de prijs. Hoe goed denk je dan dat hij is in zijn werk? Als hij een portfolio heeft met 3 foto's, omdat hij eigenlijk te druk is, want hij is nog bezig met de kapper, hij is bezig met zijn hondentrimsalon en hij volgt nog zijn studie. Dus eigenlijk is hij helemaal niet dedicated bezig met zijn fotocarrière. Dan heb jij toch ook zoiets van, ja, ik skip deze, ik pak wel even iemand anders. Weet je, hoe groot is de geloofwaardigheid van die persoon dat hij dat goed doet? Stel, hij rekent wel €500 voor een sessie. Dat je denkt, ja, moet ik mijn kleren op aanpassen? Ik moet ergens heen of naar een studio? Of, hé, je stopt er ook tijd en energie in. Dan wil je niet dat het mislukt. Naast dat het je al €500 kost. Maar als die persoon op zijn website heeft staan, hé, ik heb 5 jaar lang ervaring. Dit is mijn portfolio met meer dan 30 sessies. Ik heb mijn eigen fotostudio, ik werk met deze producten. Je kunt bij mij ook, weet ik wat, producten nabestellen of je foto op artikelen laten drukken. Of ik kom gratis bij je langs voor een intake. Of dit is een standaard set met 12 poses en die kost X. Die kost, weet ik wat, €900. Maar dan krijg je deze kwaliteit en dat je denkt, wow, heel veel voorbeelden, heel veel referenties, heel veel reviews, heel veel kwaliteit. Een standaard pakket, of misschien dat er wel 3 pakketten zijn dat je wat te kiezen hebt. Dat bedoel ik ook met het verbeteren. Verbeteren, want je begint ergens. Je begint niet op dag 1 met meteen alle puntjes op de i. En ik begrijp dat je dat wil, alleen zo gaat het niet. He, je kunt niet een taart maken en hem tegelijk opeten. Je moet eerst de taart maken en als die klaar is, kan je hem opeten. Je kunt niet bezig zijn met het beslag. En ondertussen denken, oh, maar ik steek er alvast een kaarsje op en die steek ik aan, want dan kan ik alvast taart eten. Nee, zo werkt het niet. Dat snap je toch zelf ook wel. En dat werkt niet. Wat werkt er nou wel? Consistent 10 jaar lang hetzelfde willen doen. 10 jaar lang focus op 1 ding. Mijn focus is de beste fotograaf worden. En dat het dan verschilt tussen evenementen, bruiloften en weet ik wat, pasfoto's, dat maakt niet uit. Het gaat om de skill van de fotografie. Die ga je beheersen. En in 10 jaar ben je 1 van de grootste. 1 van de beste. 1 van de meest bekende. Als je dat 10 jaar lang met volle focus doet. Dat ga je niet redden als je een beetje foto's doet. En een beetje in de supermarkt werkt. En een beetje nog chauffeur bent. En nog een beetje. Dat werkt niet. En vooral als je een gezin hebt. En vooral als je misschien naast je werk of naast je bestaande baan wil starten. Dan moet je helemaal die 10 jaar hanteren. Want misschien dat je pas na 3 jaar voor jezelf kan beginnen. En zeggen, kijk, ik zeg alles op. Want nu kan ik eindelijk leven van mijn fotografie. Van mijn autopoets. Van mijn weet ik veel wat. Snap je? Focus. Heel veel mensen missen vandaag de dag focus. En dat kan ik niet vaak genoeg benadrukken. Pak die focus. Want iedereen heeft er een hekel aan als iemand geen focus heeft. Stel, je komt bij de tandarts. Maar die tandarts is eigenlijk helemaal geen tandarts. Die is part-time tandarts geworden. He, die is gewoon, heeft een LOE-cursus gevolgd. He, die heeft zijn thuisstudie gevolgd. En die heeft gezegd, oh, weet je wat, ik word tandarts. Ik verzin even wat. He. Die wordt tandarts. En is 1 dag in de week is die tandarts. En die moet vervolgens jou een wortelkanaalbehandeling geven. En je daar binnenkomt en zegt, ik zit eigenlijk in de bouw. En ik doe normaal altijd huizen bouwen en met de architect en zulke dingen. Maar 1 dag in de week vind ik het leuk om in mensen hun mond te boren. Ja, ik heb een thuisstudie gedaan. Dus dat doe ik er voor de bij. Oké. Hoeveelste patiënt ben ik? Nou, je bent mijn 3e dit jaar. Maar het is augustus. Ja. Dan heb jij waarschijnlijk niet veel zelfvertrouwen erin. Of veel vertrouwen erin. Snap je? Dat is wat ik bedoel met die focus. Je kunt niet 10 dingen tegelijk. Het kan niet. De mens is er niet voor gemaakt om 10 dingen tegelijk te doen. Hoe graag je het ook wil, hoe graag je ook ver wil, snel wil, veel wil. Maar ik kan je garanderen, kan ik je zo op een briefje meegeven. Als jij
de focus hebt om één ding heel goed te doen en stap voor stap doorgroeit en doorontwikkelt en verbetert, dan zal je echt de beste zijn. Want het is heel simpel. Je hoeft maar één stap verder te lopen dan de allerbeste. Dan ben je de beste, toch? Dus als je naar de allerbeste kijkt, als jij kijkt naar degene waar jij tegenop kijkt, waarvan jij denkt, maar dat zijn de grotere, dat zijn de betere, dat zijn de mensen waar ik tegenop kijk of de bedrijven waar ik tegenop kijk, dan is het heel simpel. Dan hoef je maar te meten met, oké, zij staan hier. Ik moet niet hier staan, ik moet hier staan. Want als ik hier sta, ben ik beter dan hen. En dan nog, hè, even los van het hele wie is beter en wie is de beste. Ik vind het een raar spelletje om te meten. Want de spelregels zijn helemaal nooit afgesproken. Snap je, we hebben niet met z'n allen gezegd, nou, elk jaar, hè, met alle ondernemers, we hebben een bedrijf. En iedereen staat op nul aan het begin van het jaar. Dit zijn de spelregels en op basis van deze criteria ben je de beste. Dat is er niet. En dan nog, waarschijnlijk in die branche weten ze wel iets van jou, maar het is niet zo dat we landelijk gaan kijken, nou, wie zijn dit jaar allemaal de beste bedrijven? Dat gebeurt niet. Ja, de mensen die er interesse in hebben en het gros van het publiek, die heeft het niet eens door. Dus zorg gewoon dat je kwaliteit levert, dan val je vanzelf op. En als je in jouw gebied, in jouw omgeving, bij jouw mensen de beste bent, is het goed genoeg. Snap je, je hoeft die prijs niet te hebben van een of andere verzekeraar of een grote bank die zegt, oh, we hebben dit jaar prijs uitgereikt en jij bent... Is leuk, maar dat is een momentopname. Op dat moment ben je de beste en bij wijze van spreken de week daarna, als jij in een schandaal terechtkomt, valt je hele bedrijf ineen. Dus kijk daar niet te veel naar. Kijk daar, weet je, maak zelf het beste product. Zorg ervoor dat je zelf geweldige producten en dienstverleningen aanbiedt. En dan ga je vanzelf winnen. Doe dat 10 jaar lang. En nu denk je misschien, ja, maar Tim, ik ga het gewoon niet 10 jaar lang doen. Ik ga het ook geen 5 jaar lang doen. Ik wil gewoon met 2 jaar voor lekker snel geld verdienen. Ik geloof er niet in. Of je verdient een bak met geld, maar je vindt het daarna niet meer leuk. En dan ga je er dan onderdoor. En de stress en de irritatie en de frustratie en mensen die je niet leuk vindt. Je biedt geen meerwaarde. En dan zeg je op een gegeven moment, nou, is dit nou alles? Dat. Of... Het is gewoon kansloos. Het is gewoon een kansloos product. Het is gewoon misschien mensen oplichten. Koelelementjes verkopen voor 13 euro. Terwijl ze gewoon nou, 50 cent inkoop kosten. En daarom kan je ze wel voor 1 euro of 2 euro verkopen. Maar kan je ze niet voor het 10, 20-voudige gaan verkopen. Sorry, ik pas daarvoor. Ik hou daar niet van. En jij waarschijnlijk uiteindelijk ook niet. Geloof mij, echt. Dan denk je, ja, maar Tim, als ik genoeg geld heb, dan... Dat lijkt maar zo. Natuurlijk, in het begin is het leuk. En vooral als je nu de rekeningen niet kan betalen, of je op andere financiële stress of druk, of dat je denkt, ja, maar ik moet dat, dan begrijp ik het wel. Maar dat is ook weer een momentopname. Dat is nu, in het moment, denk je, ik moet nu even geld hebben. Maar dat is niet op de langere termijn. Snap je? Wij mensen hebben mensen nodig. Je kunt niet op een onbewoond eiland zitten met honderden miljoenen en denken, nou ben ik gelukkig. Tuurlijk. Als je denkt, joh, ja, maar dat vind ik leuk en dat wil ik graag, tuurlijk. Dan ben je waarschijnlijk een paar maanden max. Ben je helemaal blij. En op een gegeven moment denk je, wat is het stil? Wat ben ik eenzaam? Ik heb alle series gekeken. Ik heb alle boeken gelezen. Ik heb uitgeslapen. Ik heb alles gegeten wat ik wilde eten. Ik heb alles gekocht wat ik wilde kopen. En nu? Wat moet ik nu? Snap je? Ik zie het ook vaak bij mensen met geld en die zich dan vervelen. Dat ze steeds domme dingen kopen. En dan zeg ik ook wel eens, had je niks te doen? Ja, per ongeluk gekocht. En dan kopen ze per ongeluk weer een andere auto, of dan kopen ze per ongeluk weer een vakantiehuisje, waar ze vervolgens 1 of 2 keer heen gaan. En vervolgens denken ze, ja, ik moet me weer verkopen, want dat had eigenlijk helemaal geen zin. Ik heb helemaal geen zin om elke keer naar hetzelfde gebied op vakantie te gaan. Snap je? Verveling. En dat gaat jou ook overkomen op het moment dat je denkt dat je alleen met veel geld de rest van je leven gelukkig gaat zijn. Want het is gewoon niet zo. Het is lekker om geld te hebben. Tuurlijk, je moet een goede boterham verdienen. Het is fijn om andere mensen wat te kunnen geven. Het is fijn om je eigen bedrijf gezond te hebben. Om je rekeningen goed te kunnen betalen. Tuurlijk, dat gun ik je van harte. Maar je moet niet denken dat geld het ultieme doel is. Plezier, voldoening halen uit je bedrijf, dat is het doel. En dat geld komt er echt wel bij. Geloof mij, dat geld komt er echt wel bij. En als je nu eventjes een financiële dip hebt, problemen hebt, dan hoop ik dat je daar meteen alle tips, tools en tricks voor inschakelt die er maar beschikbaar zijn hier in Nederland aan coaches en dingen die je verder helpen. Of dat je misschien een goed idee hebt waardoor je eventjes dat buffertje voor jezelf creëert om door te gaan.
Maar daarna ga dan focus hebben op een bedrijf wat je 10 jaar lang kan doen. En kan jij het 10 jaar lang doen, weet ik zeker dat je een van de beste bent. Echt. Ga maar eens kijken om je heen. Hoeveel mensen een bedrijf van niks hebben opgebouwd en 10 jaar later. Waar ze 10 jaar later staan. Wat er dan is, wat er allemaal is gebeurd, wat ze allemaal hebben ontwikkeld. Uit het niets. Dat kan jij ook. En dat betekent misschien dat je vanuit huis moet beginnen. Dat betekent dat je in het weekend moet werken, misschien 's avonds. Dat betekent dat je slapeloze nachten een keer hebt. Dat betekent dat je al je spaargeld erin stopt. Dat betekent misschien dat je geld moet lenen van vrienden en familie. Maar ja, als jij continu verbetert en continu je focus houdt op kwaliteit en je klant centraal zet en zorgt dat zij de beleving krijgen die ze zoeken, dan kan het alleen maar beter worden. En als je eventjes die auto uitstelt en eventjes dat grotere huis uitstelt en eventjes niet denkt, oh, maar ik heb het verdiend, dus ik moet een vakantie van 20.000 euro boeken. Maar als je gewoon een beetje normaal blijft doen, buffertje houdt voor jezelf van bijvoorbeeld 6 maanden. Weet je, als je nou een keer geld verdient, bouw een buffer. Bouw een buffer van 6 maanden. En ga daarna pas denken, oh, nu kan ik eens een keer wat doms doen. Want als het dan een keer tegen zit, heb je in ieder geval die buffer van 6 maanden. En stel je breekt je benen en je kan de klus niet meer op, dan krijg je wel een wachtlijst, maar in die tijd gaan wel je kosten door. Heb je in ieder geval je buffer. En trap ook niet, ik weet niet hoe ver je al bekend bent, maar trap ook niet in het verhaal met, ja, maar als je nu wat koopt zakelijk, dan krijg je de BTW terug. Dus dan kun je beter daar je geld aan uitgeven. Niet doen. Niet doen. Hou dat geld op je rekening. Als jij een keer 5.000 euro over hebt, ga niet kijken wat je kan kopen als het niet nodig is. Kan je een financiering eerder inlossen die ontzettend veel geld kost? Doe het. Kan je een reparatie betalen die noodzakelijk is aan een apparaat, een machine of aan een voertuig, waardoor je je werk beter kan doen? Doen. Kan je, weet ik voor wat, een of andere nieuwe Apple product kopen of een of andere design stoel of weet ik, ja, dat wilde ik altijd al hebben? Doe het niet. Want je hebt het niet nodig. Want voor je het weet sta je weer dingen te verkopen om de echte rekeningen te betalen. Dus buffer, spaar. Je moest eens weten hoeveel MKB, middenkleinbedrijf, elk jaar keer op keer kiet draaien of verlies maken. Die bedrijven draaien dus geen fatsoenlijke winst. En geen idee hoe het komt. Ik denk gewoon dat ze te veel uitgeven en te weinig verdienen. Klinkt best logisch. Maar dat te veel uitgeven, daar kan je eigenlijk wel mee stoppen. En dat meer verdienen, dat kan je ook wel sturen. Zorgen dat er meer inkomsten binnenkomen. Door je klanten beter te helpen. Door te zorgen dat ze reclame voor je maken. Door te zorgen dat je een goed product levert. Van een bepaalde kwaliteit die past bij de product of dienstverlening die je aanbiedt. Dus je eigen bedrijf starten en waar je nou moet beginnen en hoe je moet beginnen. Ik zou gewoon eens met de vraag, deze video is straks afgelopen. Ik zou gewoon eens met die vraag in je hoofd gaan zitten. Wat durf ik? Wat wil ik? Wat kan ik 10 jaar lang doen? 10 jaar lang. 10 jaar lang, waarin ik bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een maand lang droog brood moet eten. Ik noem even een raar voorbeeld. 10 jaar lang. Wat kan ik 10 jaar lang doen? Waarin ik bijvoorbeeld 3 jaar lang niet op vakantie kan. 10 jaar lang. Wat kan ik 10 jaar lang doen? Voor mezelf. Uit passie, uit overtuiging, uit dienstverlening aan mijn kopers, aan mijn klanten. Waar ik gewoon oprecht met enthousiasme mijn bed vooruit kom. Hoe zwaar het ook is. Dat. Ga dat eens bedenken. En het kan zijn dat dat niet 1 of 2 dingen zijn. Het kan ook zijn dat het er 10 zijn. Schrijf ze alle 10 eens op. Schrijf ze op, laat ze eens liggen. Slaap er eens een nachtje over. Kijk er nog eens naar. Oké, zou ik dit echt 10 jaar lang willen? Ga dan eens kijken. Oké, wat zijn hier de voordelen van? Wat zijn hier de nadelen van? Wat is de kans dat ik hier ook serieus geld mee ga verdienen? Want je kan wel zeggen, ja, ik wil graag bomenfluisteraar worden. Prima. Maar is daar wel voldoende markt voor dat mensen je ook daadwerkelijk gaan inhuren? Dat kan je zelf afvragen. Snap je? Ga er eens over nadenken. Schrijf het eens op. Je hoeft echt niet van de een op de andere dag alles af te hebben. Geduld. Geduld is misschien nog wat moeilijkste van alles. Geduld hebben. Elke dag een stap, dat is prima. Je moet niet gaan rennen. Geduld hebben. Probeer gewoon elke dag een stapje te zetten. En dan ben je volgend jaar alweer een heel stuk verder. In plaats van dat je dat 5 jaar lang of 10 jaar lang in je hoofd laat zitten met ik zou wel eens een eigen bedrijf willen. Ik zou wel eens een eigen bedrijf willen. Ik wil eens een keer voor mezelf beginnen. En uiteindelijk ben je 10 jaar verder en denk je, ja, ik heb het nog steeds niet gedaan. Je begint gewoon vandaag.
Begin met de vraag, wat kan ik 10 jaar lang doen? Meer is het niet. Begin. Als er wat is, reageer eventjes. Stuur me een berichtje via social. En dan ga ik je zeker verder helpen. In ieder geval bedankt voor het kijken of het luisteren. En ik zie je natuurlijk graag in de volgende video.